Ja, heel veel goed om je te zien. Dank je, ja. Hoe voelt het om het Feyenoord shirt aan te hebben? Ja, goed. Blij en trots natuurlijk dat ik dit shirt mag dragen. En ja, supermooi, ja. Hoe is het contact met Feyenoord uiteindelijk tot stand gekomen? Ja, ik heb altijd wel gewoon een redelijk contact gehouden met Arne. Gewoon over de jaren heen. Want we hebben natuurlijk bij AZ samengewerkt. Toen uiteindelijk is het afgelopen week heel snel gegaan. En heb ik hem weer gesproken. En dat ze interesse hadden om naar Feyenoord te halen. En hier zijn we dan. Ja, want er was natuurlijk ook interesse van andere clubs, denk ik. Ja. Wat waren de grootste redenen om uiteindelijk dan voor Feyenoord te kiezen? Nou ja, Feyenoord afgelopen seizoen kampioen geworden. Direct Champions League voetbal. Ja, grote mooie club. Stadion de Kuip. En ook, ik ben net vader geworden, dichter bij huis en zo. Dus ja voor mij was het niet een moeilijke keuze op zich. Nee, ook een vierjarig contract. Wat zegt dat? Ja, dat er vertrouwen is en dat het voor een lange periode is. En daar ben ik ook blij mee, ja. Kan je je band met de trainer beschrijven voor ons? Ja, Arne ken ik natuurlijk al een lange tijd. Ik ken hem goed en ik denk, Arne is voor mij, heb ik heel veel geleerd en gespeeld bij AZ dan in het begin. En ja, gewoon op het tactisch gebied en voetbalgebied maakt hij spelers gewoon beter. En ik denk dat je dat ook ziet de afgelopen jaren bij Feyenoord, dat hij dat ook heeft gedaan. En ik hoop dat het bij mij ook weer zeker omhoog kan gaan en veel kan leren van hem. Dus, Denk je dat het ook makkelijker maakt om je snel in het team aan te passen, omdat je al eerder onder hem hebt gespeeld? Ja, dat denk ik wel. Ik ken zijn speelstijl, dus ik denk wel zeker dat het niet lang hoeft te duren. En natuurlijk zal hij vast wel ook weer nieuwe aanpassingen en dingen hebben gedaan. Dus ja, dan ga ik keihard aan werken om die snel op te pikken en zo goed mogelijk voor het team te spelen. Ja. En waar denk jij dat jij een grote bijdrage kan leveren aan dit team? Ik denk creativiteit. Veel assist geven en ik denk ook in het stukje zeg maar arbeid leveren waar ik zelf ik denk een goede stap heb ingezet afgelopen seizoen bij Antwerpen en dat ik dat hier ook wil doorpakken. Ja, want daar wil ik het ook even over hebben. Je hebt natuurlijk ook internationale ervaring op gedaan. Ja. Zie je dat als twee fases bij Nice en Antwerpen? Of? Zeker wel. Bij Nice heb ik wel een jaar gehad dat ik een beetje heb gestruggeld met spelen, niet spelen. En dat is wel vervelend natuurlijk als je jong bent. Dan wil je echt gewoon iedere wedstrijd spelen. En dat heb ik dat seizoen niet gedaan. Maar je gaat voor het eerst naar het buitenland. En dat is ook wel weer een mooie ervaring. En dat heeft mij als mens ook laten groeien, zeg maar. En vorig seizoen ook dan in het buitenland gespeeld in België. En ook een voor mij een goed seizoen gehad. En twee prijzen gewonnen. Dus ik kom met een goed gevoel hier, ja. We hadden het net ook al even over je ontwikkeling en hoe de trainer je erbij kan helpen. Een hoop jongens hier hebben vorig jaar zich ook in Nederlands elftal ingespeeld. Ja. Is dat ook een overweging geweest bij jou? Ja, tuurlijk. Je ziet jongens van Feyenoord het Nederlands elftal halen. En ik denk een mooi voorbeeld van Mats Wiever. Ja, dat is heel snel gegaan en zo kan het ook gaan in de voetballerij. Maar vooralsnog vind ik zelf dat ik gewoon eerst mezelf moet laten zien en goed moet spelen. En dan zien we wel wat er weer gaat gebeuren, ja. Nou gaan we hier dit jaar ook Champions League voetbal spelen. Ja. Eerder zag ik ook voorrondes gespeeld, maar nooit het echte toernooi. Wat doet dat met jou? Dat is wel een jongensdroom natuurlijk om Champions League te spelen. Maar ik denk, we gaan die competitie in om gewoon de strijd aan te gaan. En dat is goed. En maar dat deuntje de eerste keer horen zal wel speciaal zijn, ja. Dat denk ik wel, ja. Je hebt natuurlijk ook een aantal keer tegen Feyenoord gespeeld. Ja. Wat voor herinneringen heb jij aan die wedstrijden? Op zich best wel goede herinneringen, denk ik. Maar sowieso, als je in de Kuip komt, dat is altijd een speciale wedstrijd. En een wedstrijd, het is ineens anders of zo, dat gevoel met de mensen en zo, ja. Dat is wel mooi, ja. En nu zullen ze voor jou... Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja, daar gaan we wel voor natuurlijk. Dus nu is het andersom. Heb je al wat jongens kunnen spreken van het elftal? Ja, toevallig Jaf. Heb ik dan met Jaf en Justin hebben we natuurlijk bij Jong Oranje samengespeeld. Dus hun heb ik wel een beetje gesproken al. En Mo Tabouni, dan een goede vriend van mij, die is dan net weggegaan. Maar heb ik wel wat informatie ingewonnen. Dus wel wat jongens gesproken, ja. Ja, tot slot, Kelvin. We maken hier memories, hè? Ja. Wat voor memories zou jij graag willen maken komend seizoen?
ja, natuurlijk met de fans, je eerste goal scoren, dat soort dingen. En natuurlijk ook in de Champions League, ja, overwinning halen. En ja, dat is wel, het zijn mooie momenten, ja, denk ik. Ja. Kunnen niet wachten om je te zien spelen. Ik kan ook niet wachten, zeker.